Heb jij met Gerrit gespeeld eigenlijk? Met die gehaktballen, die bitterballen? Nee. Was dat die keer dat je die bal nooit mee... Want dat was toch niet die, hè? Nee. Nee, maar die had het zelf door, maar dat leerde ik hem snel af. Nee, maar dat... dat zit er nog een beetje in, niet lekker als rechtsbuiten. Je hebt zelfs verteld die anekdote gisteravond, schiet maar een beetje. Echt waar? Nee. Zelfs die heb jij... Nee, die zit zo in jouw hoofd. Die heb ik niet verteld. Die zat gisteravond. Nee, die heb ik niet verteld. Ja, je kan het terugkijken. Jij zei dat verhaal over Gerrits. Ja? Dat jij bent beter zonder bal. En toen lagen jullie weer met z'n allen gevouwen op die bank. Ja? Ja, ja. Dat was 10 voor 12. Maar ik heb het zitten Jan kijken. Jan Paparazzi vond ook leuk. Ja, Jan, die vond alles leuk. Ja. Kan niet praten, die Jan Paparazzi? Hij kan niet. Heeft hij een stem? Hij kan wel bellen, want hij belt 10 keer de week of je langskomt. Oh, oké. Hij praat in die uitzending bijna niet, dat valt me zo op. Ik hoor dat dit is gewoon een onderwijzer, hè, die man. Ja, en we moeten... Nee, maar Jan Paparazzi zit daar als Fred Kaps met een rare clowneske butterfly. Ja. En wat zijn functie is, weet niemand. Maar die man die schijnt gewoon een onderwijzer of leraar te zijn. En die doet dit voor de grap erbij. Ja, nou, je zal veel gezag hebben thuis, op school, denk ik. Ja. Heb jij ook een ander vak nog? Ja. Of doe je dit beroepsmatig? Fred Rutte, dat is nog even aardig voor de wedstrijd tegen Excelsior. Ja. Over Excelsior gezegd. Wij mogen Excelsior niet onderschatten.